Wij zijn een stuwardoorsbedrijf hier in Moerdijk. En onze voornaamste activiteit is het handelen van containers uit of in schepen, maar daarnaast ook op vrachtwagens of op treinen. Het terrein is totaal 36 hectare groot, 1800 meter kader. Daarnaast slaan wij per jaar ongeveer 450.000 containers over. Wij zijn een specifieke businesspartner van Zebra, gespecialiseerd in integratie. We doen er heel veel processen in. Een haven is eigenlijk ons tweede huisgebied. En zo zijn we eigenlijk geselecteerd door Zebra en door CCT om deze mooie opdrachten te mogen vervullen daarin. Hiervoor hadden we ook een computersysteem. Deze waren versleten, oud en niet meer van vandaag de dag. En dus zijn we op zoek gegaan naar een ander device. Wij hebben gekozen voor de tablet van Zebra. Wij hebben gekozen voor een R12. Dat is een 12-inch tablet en een 10-inch, de L10. En die gebruiken wij met name aan de waterzijde, waar een controleur met een tablet in zijn handen een controle staat uit te voeren. Het staat zo in de lijst dat de containers bij de boot hoort. En die drukken we dan weg. En dan komen de restackers weghalen en die geven hem dan een positie in de straten waar die moet horen. Voor het verladen van het schip weer of naar de klant. Ja, dit is fantastisch. Dit is waar we het voor doen. Wij laten alles op kantoor zien, maar dit is waar het gebeurt. Hier wordt het gebruikt. Dit is het gereedschap van de mensen. Ja, het is een prima werkend tabletje. Ja, je kan hem lekker licht en donker zetten, groot, klein. Hij werkt goed. En dat is voor ons zeer belangrijk dat we een partner hebben die dat samen met ons kan realiseren. De integratie bestaat eigenlijk over de software van Modality. 999 verzorgt eigenlijk de communicatie met de 4G-stations. En wij als Initium integreren alles bij elkaar. Het is hier een fantastisch groot terrein. In de beginsituatie hebben ze hier met wifi gewerkt, maar ze expanderen te snel. En daarvoor is er nu voor de 4G-oplossing gekozen, voor 999. Ja, voorheen hadden we ook wel eens dat die wat trager was en dat de wifi wel eens uitviel. En ja, bij deze staat, moet ik zeggen, gaat heel goed eigenlijk. Het belangrijkste voor ons is dat er continuïteit is in onze dagelijkse operatie. Dat betekent dat de devices niet mogen storen en altijd operationeel moeten zijn. Omdat ik altijd aan boord ook ben en je loopt altijd tegen die luiken aan. En op de spreader ben je dan aan het kijken, ja, dan loop je weer tegenaan. Je ziet hoe die eruit ziet en dan blijft het nog gewoon doen, ja. Een van de belangrijkste onderdelen om onze service goed op orde te hebben is om de unit direct in te richten met de management tool. In dit geval maken we gebruik van SOTI Mobi Control. Wij waarderen het meeste service die zij ons kunnen bieden. Zij zijn in staat om eigenlijk dag en nacht voor ons klaar te staan op het moment dat wij er een vraag of een probleem hebben. Ja, dat komt. Ja, het kan overal. We worden midden in de nacht gebeld om de klanten te helpen. En dat is belangrijk dat je dat gewoon kan doen. Men ziet niet waar je bent, wat je doet, maar je kan ze wel helpen op afstand. Het is prachtig werk om dit te zien en om dat te doen. Je merkt dat zij klaarstaan voor hun klanten. Dat zij interesse hebben in het product en dat zij ook genoeg kennis en ervaring in huis hebben om ook snel te kunnen acteren erop.